Met de intussen vierde grootste vloot van België kende Altria Logistics Group de afgelopen jaren een sterke groei. Gegroeid vanuit Alderstransport in Overpelt werden er heel wat transportbedrijven geïntegreerd in het overkoepelende merk met de ster. Doelstelling? Een combinatie van diversificatie en internationalisering. Altria Logistics Groep doet vandaag een viertal hoofdactiviteiten. De eerste daarvan is het internationale huifwagentransport via de weg en intermodaal. De tweede hoofdactiviteit is het vervoer van de droge bulkmaterialen. De derde en groeiende activiteit is zeker en vast het transport van chemische vloeistoffen. En last but not least, internationaal transport van afvalstoffen en recyclagematerialen. In totaliteit is Altria Logistics Groep vandaag een 625-tal trekkers en een 800-tal mensen. Om voorloper te zijn op het vlak van duurzaamheid en innovatie, doet het een beroep op een pool van gerenommeerde partners. In eerste instantie voor wat betreft innovatie concentreren we ons op het digitaliseren van onze bedrijfsprocessen met behulp van nieuwe softwares. En in tweede instantie natuurlijk het verminderen van het verbruik van fossiele brandstoffen is echt een kernpijler. We doen dat door middel van intermodale transporten, maar ook het gebruik van alternatieve brandstoffen, zoals natuurlijk in eerste plaats voor ons waterstof en in tweede plaats de elektrische truck. Om die piste te ontdekken, stapte Altria in maart 2022 in een proefproject met CMB Tech, waarbij de transporteur een jaar lang met een dual fuel truck reed, op een mengsel van waterstof en diesel dus. Wel, binnen het zero-emissie strategisch plan van de groep zien wij voor onze lange afstand een waterstof een betere oplossing, omdat dat ons meer autonomie in een versneld tempo zal brengen. Dit is voor ons de perfecte transitiegeneratie, die onmiddellijk in de reële wereld inzetbaar is. Deze dual fuel truck van CMB Tech is een vrachtwagen met een klassieke verbrandingsmotor, maar in plaats van pure diesel wordt er een mengsel ingespoten van waterstof en diesel. Hoe groter het aandeel waterstof in het brandstofmengsel, hoe lager de schadelijke uitstoot van de truck. De ombouw van onze trucks starten we in Antwerpen. We hebben daar een loods naast ons waterstoftankstation. Die is uitgerust om tot 20 trucks per maand om te bouwen. We doen de ombouw door 6 waterstofflessen op een frame te monteren. En dat frame gaan we installeren op het chassis van de vrachtwagen. De voordelen voor Altria, voor onze dual fuel truck, zijn vooral omdat het een groene oplossing is die vandaag beschikbaar is, maar die eigenlijk uiteindelijk ook betrouwbaar is en robuust. Zoals met elke nieuwe technologie zijn er stappen te zetten en die hebben we intussen in goede samenwerking met CMB Dotech gezet als één team. Het partnership met Altria wordt als heel waardevol beschouwd, omdat de inbreng van dat soort partijen naar het gebruiksgemak, naar comfort, ook hoe dat we in de toekomst kunnen gaan verbeteren. Momenteel werken we aan een tweede generatie van onze dual fuel truck die nog een hogere emissiebesparing zal realiseren ten opzichte van de eerste generatie. Om de planning te optimaliseren werkt Altria Logistics Group samen met Cargo. Deze nieuwe transportsoftware werd ontwikkeld door een team van transportveteranen en digital innovators met als doel een gebruiksvriendelijke oplossing te ontwikkelen om snel en beter te plannen. Cargo is een van de enige TMS'en die echt focust op het automatiseren van orderingaven via artificial intelligence en dan ook op het optimaliseren van de planning op basis van slimme suggesties. We zijn het contract met Altria aangegaan mid vorig jaar. Tot nu toe hebben we Hazards en Alders gelanceerd in januari en februari en beide zijn zeer vlot verlopen. Maar daarnaast gaan we ook een netwerkmodule uitrollen die de verschillende entiteiten gaan toelaten om een planning samen te maken en vlot orders en ritten uit te wisselen. Door een betere planning kan Altria lege ritten verminderen, kosten verlagen en emissies beperken. Op termijn zullen alle bedrijven binnen Altria werken met Cargo. Cargo gaat de verschillende bedrijven toelaten om elk hun omgeving te krijgen waarin dat ze hun eigen werkwijze kunnen opnemen. Maar daarnaast gaan we ook een netwerkmodule uitrollen die de verschillende entiteiten gaan toelaten om hun planning samen te maken en vlot orders en ritten uit te wisselen. Altria Logistics heeft in België bijna 500 ingeschreven voertuigen.
DAF is een van de huisleveranciers. Midden vorig jaar bestelde Altrea nog een groot order van 86 DAF XG en XF trekkers. Altrea was een van de eerste transportbedrijven in België die deze nieuw gelanceerde DAF-modellen bestelde. De laatste stuks worden nu opgeleverd door Truck Trading Limburg. Truck Trading Limburg is als huisdealer al jarenlang de link tussen de DAF-organisatie en Altrea. De samenwerking covert zeer veel aspecten. Het begint bij het aankopen van de voertuigen, waar wij in adviseren voor het afleveren van deze voertuigen. Verder werken wij op dagelijkse basis met het Altrea-team om de vloot optimaal operationeel te houden. En we doen dit door de levering van onderdelen, het geven van technisch advies als de service leveren vanuit onze werkplaats. De Truck Trading Groep heeft in België en Luxemburg een tiental vestigingen waar aan DAF-voertuigen service geleverd kan worden. En zo kunnen we lokaal de Altrea-vloot, de Altrea-partners, vrij goed supporteren. Voor de nieuwe trucks werd de keuze voor DAF gemaakt op basis van een aanzienlijk lager brandstofverbruik, het chauffeurscomfort en extra veiligheidsuitrustingen. Er werd vooral gekozen voor de XG-uitvoering, met zijn grotere cabine het neusje van de zalm binnen het DAF-gamma als we kijken naar chauffeurscomfort. Er werd bovendien gekozen voor een Paccar MX-13 motor van 480 pk in plaats van de MX-11 motor van 450 pk. Net zoals alle andere grote vloten zal Altrea verder moeten vergroenen. We gaan dat doen samen met onze partner DAF, die daarvoor wel ideaal geplaatst is, om verder technologieën zoals elektrisch rijden, dual fuel, waterstof enzovoort te ontwikkelen. Voor bijna al zijn banden doet Altrea Logistics een beroep op de diensten van Continental. Alders is al meer dan 35 jaar trouwe klant, maar nu worden ook de zusterbedrijven binnen de Altrea Groep stelselmatig omgezet naar Continental. Wel, als huisleverancier van Altrea al meer dan 35 jaar zorgt Continental ervoor dat er altijd banden zijn die zij nodig hebben, niet alleen hier in Pelt, maar ook bij hun andere vloten die ondertussen over gans België verspreid zitten. We zorgen dat de groep Altrea van Continental een ondersteuning krijgt, zowel technisch als een volledige begeleiding in alle opzichten waar het nodig is. Het voordeel voor Altrea in dat opzicht is dat gelijk waar er een voertuig binnenkomt van welke vloot dan ook, dat ze altijd verder kunnen geholpen worden, dat ze kunnen depaneren ter plaatse. Continental ontzorgt Altrea voor alles wat banden betreft. Zij hebben een goed overzicht van al hun vloten. En dat is belangrijk, zeker gezien de diverse overnames. We geven een ondersteuning in alle landen van Europa. Wij doen volledig een depanageservice over gans Europa. Wat Continental betreft, als internationaal bedrijf, kunnen wij ervoor zorgen dat ze in alle landen eigenlijk terecht kunnen. We doen jaarlijks eens een keer een fleetcheck om te kijken of dat de vloot op druk blijft. Want druk is heel belangrijk, kan hen ook veel geld besparen. Maar ook het uitvallen van trucks vermijden, zodat de stilstand zeer beperkt is.